ja, geschokt. Ik dan ga je toch even als advocaat, neem je nog even de stukken door, zullen we maar zeggen. En dan laat je het dossier nog even door je hersens gaan. En dan, ik kon eigenlijk helemaal niets invullen wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn. Dus ja, en dat dan, dan blijven er heel veel vragen open. Ik heb echt geen idee wat iemand heeft willen bereiken met dit. Behalve dan een signaal aan een ander afgeven kennelijk. Maar Hans Nijman zelf is gewoon de man die keihard werkt de hele dag. S morgens vroeg, 7:30 de deur open tot 's avonds laat. Lesgeven over de hele wereld. Ik bedoel, de man die is met andere dingen bezig, echt waar.